Maatschappijleer 1, hoofdstuk 5, reclame, paragraaf extra. Reclame verandert je leven. Van uithangbord naar direct mail. Oftewel, hoe zag reclame er vroeger uit? Reclame zag er vroeger heel anders uit. Uithangborden waren eigenlijk de enige reclame die je zag in winkelstraten. Daarop werd je ambacht altijd benadrukt, bijvoorbeeld hoefsmid, slager, bakker, kapper, enzovoort. Als je extra reclame wilde maken, dan huurde je een omroeper in. De belangrijkste manier van reclame is mond-op-mond reclame in deze tijd. Dit blijft eigenlijk heel lang zo, zo ongeveer tot 1870. Daarna zien we reclame veranderen. Doordat de samenleving is geïndustrialiseerd, dus dat nu fabrieken zijn, mensen meer welvaart hebben, komt er ook meer reclame. Die fabrieken willen hun producten ook verkopen. En de nadruk daarin ligt op kwaliteit. Verder ligt er de nadruk op het, natuurlijk op de prijs. Maar reclame krijgt ook een veel beter bereik door de opkomst van radio, krant en televisie. En zoals je ziet op het plaatje, wordt de kwaliteit dus echt benadrukt van het product. Deze manier van reclame maken blijft de belangrijkste manier tot 1970. Vanaf 1970 zie je sterk de consumptiemaatschappij opkomen. En in de consumptiemaatschappij is het steeds belangrijker om je te willen onderscheiden van andere mensen. Dus behalve de prijs in een reclame, is er nu ook aandacht voor allemaal extra's. Dus je krijgt er ook een bepaald imago bij. En dat soort dingen moet je dan denken. Tegenwoordig is reclame overal. Met name het internet is één grote bron van reclame. Facebook is zelfs helemaal niet mogelijk zonder reclame. Dat was het overzicht van reclame van vroeger tot nu. Maar hoe gaat dat eigenlijk op andere plekken in de wereld? Nou, vroeger exporteerden de Europese of de Westerse landen spiegeltjes en kraaltjes naar de derde wereld. En ze kregen daar dan specerijen of andere grondstoffen of waardevolle spullen voor terug. Nou, deze vorm van export bestaat natuurlijk niet meer. Maar we exporteren tegenwoordig een heel ander product. Grote merken, zoals bijvoorbeeld McDonald's of Nike, vind je eigenlijk wereldwijd. En ze exporteren ook veel naar Azië en naar Afrika. En met name het gedeelte in Azië is natuurlijk niet zo raar. Want er zijn 2,5 miljard klanten. Dat zijn een heleboel hamburgers die je kunt verkopen. We spreken ook wel van een bewustzijnsindustrie. Dus dat westerse producten eigenlijk worden opgedrongen aan andere landen.